Yo, what up gasten en welkom bij deze nieuwe Banjo Movie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een serieus onderwerp waar niet over gesproken wordt. Ik wil het namelijk gaan hebben over de aandoening bufferitis interruptus, in de volksmond ook wel een vastloper genoemd. Deze video gaat namelijk over iets wat iedereen dus wel kent, het wachten terwijl je video aan het laden is. Dat noem je dus bufferen. En moet je eens bij jezelf nagaan wat er zou gebeuren als bufferen echt zou zijn en dat mensen ook moesten laden. Zo ongelooflijk vaag. Hij had iets van een koffer of iets dergelijks boven zijn hoofd. Dus ik vraag aan hem, wat is je probleem? Weet je wat hij zegt? Ik ben undercover. Gadverdamme, je zit over jezelf te kwijlen. Ik ga naar huis. Maar laat ik ook eerlijk zijn, soms en dan ook heel soms kan bufferen best goed uitkomen. Dan ga je toch lekker naar dat andere wijf en jij bent... Chill. Het lijkt tegenwoordig wel alsof we altijd maar aan het wachten zijn. Even wachten, even wachten, even wachten, even wachten, hè? Pizza, pizza, oh, pizza, la la la. Sorry hoor, chagrijn. Fijn, de video moet weer laden, leuk. Ah, it's me, Mario. Wat heb je gedaan? Heb ik nu een betere internetverbinding? Ah nee, ik heb je telefoon gejat en let's go. Hé, wat? Ik heb mijn telefoon gewoon hier niet meer. Oké, hij is weg, fijn. Maar voor sommige mensen is het al te laat. Sommige mensen zijn al getroffen. En al die mensen hebben geen keus. Pagina's die hun maanden geleden hebben aangeklikt worden nu pas geladen op hun telefoon. En hun kunnen er niks aan doen. Hey kerel, ziek of niet hè? Wat is er ziek? Wat? Weet je het niet? Oranje, die liggen er gewoon uit door de Duitsers en de Portugezen. Gast, dat was in 2012 of zo. Jezus. Je voelt je alleen, eenzaam, verlaten en... Het is een onbeschrijfelijk naar gevoel. Maar gelukkig weet ik nu dat ik er niet alleen voor sta. Door de aandoening bufferitis interruptus heb ik heel vaak trillende handen met een schokkerig gezicht. En dan moet ik vaak huilen en bijt ik mijn lippen gewoon kapot. Ik voel me licht in mijn hoofd en heb veel vallen. Ik hou van Justin Bieber, alleen dat laatst misschien ook loopt of zo. Dus ik wil jou vragen om te stoppen met wachten en deze video te delen met iedereen. Want samen kunnen wij bufferitis interruptus stoppen. Voor eens en voor altijd. Door een simpel groen duimpje op deze video te geven, gaan er veel meer mensen deze video bekijken. En als jij deze video doorstuurt naar al je vrienden via Twitter, Facebook, Hives, MSN of wat dan ook, dan kunnen we het stoppen. Als iedereen hier vanaf weet, dan stopt het ook. En wil je Beyond Limits gaan? Dat kan. Check de link in de beschrijving. Gasten, bedankt voor het kijken en voor het delen van deze video. Samen kunnen we het stoppen. Ik check jullie later.